Goedenavond, dames en heren. Ik heb vandaag al een keer vanmiddag live gestreamd en dat deed ik omdat ik toen eventueel een trade wilde toelichten. Maar regulier heb ik maandag vaak een aantal dingen. Maandag heb ik zelfstandig een Bitcoin Magazine update. Als je op bitcoinmagazine.nl kijkt, dan kan je die daar vinden. Nou, daar bespreek ik dit eigenlijk ook in textuele vorm. En ik wil direct een aantal dingen toelichten. En dat gaan we ook gewoon even direct doen. Laten we eens kijken. Ik heb een Gen fan getrokken. En dat heb ik van de linker top in principe gedaan. De top Bitcoin op december 2017. En we zien dat dit best wel goed kan gaan werken. Als we hier naar kijken, en ik pak even de brush erbij, zijn we er hier op, op afgewezen. We hebben hier een doorbreking eigenlijk gezien aan deze kant, waar we eerst aan deze kant zijn tegengehouden, een afwijzing hebben gehad en vervolgens nog een keer geprobeerd. Dat is hier ook gebeurd. Ik kan nog legio voorbeelden natuurlijk laten zien. Mijn verwachting is dat als we kijken naar een bodem voor Bitcoin, zou het deze Genfan, of deze Genfan, deze angles, want zo noemen ze die dingen, deze blauwe angle, wel eens kunnen gaan zijn. En natuurlijk, het is natuurlijk ontzettend lastig om een bodem te voorspellen. En je moet zeker niet zomaar een knife catching doen. Want voor je het weet, word je daardoor geliquideerd. En dat zou enorm zonde zijn. Momenteel traden we rond die $5000. Ik had vanmiddag, en ik zal je dat ook laten zien, dacht ik dat we wellicht in een channel zaten. En dat kunnen we wellicht ook zien. Maar ik heb zeer mijn twijfels of we naar de bovenkant van dat channel gaan. Zeker gezien de massale verkoopdruk nog steeds. Als we kijken naar bijvoorbeeld, Trump heeft voor mij een half uur geleden een aankondiging gedaan. Die heb ik even rustig zitten kijken over de White House. Of dat we wellicht een lockdown plaats zou vinden. Nou, dat is niet het geval. En vandaar dat er ook weinig nu gebeurt op de beurzen. Had daar bijvoorbeeld een lockdown tegenover gestaan, dan had het wel eens verder kunnen gaan zakken. Maar dat is inmiddels nog niet gebeurd. Het kan zeker gebeuren dat dat in de loop van de week nog gaat gebeuren. Maar goed, anderzijds, dit zijn tijden met hoge volatiliteit. En dan kan je ontzettend mooi geld mee verdienen. En zeker uiteraard Bitcoin vergaren. Want dat is uiteraard de bedoeling. En daarom zitten we hier. We kunnen natuurlijk allemaal roepen dat we het voor de techniek doen. Maar dat is natuurlijk allemaal kolder en een verhaal wat natuurlijk nergens beslaat. Iedereen doet het voor het geld. Anders treed je namelijk niet. He, dus dit voor betreft over die Genfan. Nou goed, kijken we dan. Mocht dit de bodem zijn, even vooruit lopen op de zaken. Dan zouden we eens even moeten kijken naar bijvoorbeeld een potentiële resistance. En als je het mij zou vragen, zou ik zeggen, dat zal dan ergens een flinke resistance. Dan praten we wellicht over $7400. Een klein stukje terugzakken. Wellicht hier bovenin. En dan verder gaan breken. Vanaf 6000 verder omhoog. En dan kijken we dus met die halving. Dit zou dus een hele mooie zijn. En dan lopen we tegen die fan aan de bovenkant. Dat is heel gek genoeg ook deze top ongeveer. Ik ben benieuwd waar dat uiteindelijk naartoe gaat. Maar dat is hetgeen, dit is hetgeen waar ik in ieder geval al in ga voor wat betreft Bitcoin op Binance. Dat mag je gerust weten. Volgens mij staat mijn order op $3100. En waarom zou je denken, als we hier $2900 zien staan. Die $200 die neem ik zeker voor lief. Want als ik daarmee ongeveer de bodem kan pakken, dan vind ik dat dikke prima. Er zijn zoveel scenario's die de ronde doen. We gaan naar $1800, we gaan naar $500. Persoonlijk geloof ik dat niet. Kijk,
Dat is allemaal speculatie. En dat is dit natuurlijk ook. Vergeet dat niet. Ik zeg niet dat het de bodem is. Dit is voor mij de bodem waarin ik in ga kopen. Als we daar überhaupt al komen, is de vraag. Nou ga ik je een aantal dingen laten zien die ik volgens mij vanmiddag ook al een aantal heren heb laten zien. Maar we kijken zeker naar positieve divergentie. En dan ga ik zo direct ook even toelichten. Want dit wat betreft over die Genfan, dat is wel duidelijk nu. Ik denk dat iedereen ziet dat de bodem, nou we praten 30 of $3100 en $2945. Nou, dat zit een kleine 150 of net iets meer dan $150 verschil tussen. Long jij op 3100 of wat anders? Ja, ik denk dat jij daarin hele goede zaken doet. Ja, ga je $2900 pakken, dat zou ook zomaar eens kunnen lukken met een wick naar beneden. Maar ik zou verwachten dat daar toch ergens de bodem ligt. En dan hebben we ook nog deze groene trendlijn. Ja, dit is die trendlijn die ik, als ik hier inzoom, van dan praat het 2016. Ja, goed, als deze gaat breken, ja, dan... ja, is dat bijzonder. Als deze gaat breken, dan, ja, dan denk ik dat, dat we nog een stuk verder down gaan. Maar vandaar dat ik mijn zin heb gezet op dit soort bedragen. En ik denk, als we vanaf nu over een jaar kijken, dat al koop je hier al in op $4900, dat je uiteindelijk spekkoper bent wat betreft... Bitcoin in de toekomst. Maar goed, dat gaat het natuurlijk uitwijzen. Ja, ik kan ook niet in de toekomst kijken. Het enige wat ik kan doen is naar het verleden kijken en daar een analyse op baseren. Goed, dan laten we eens even kijken naar die daychart. Want nou, ik heb ook een aantal dingen eventjes gehighlight. En ja, nogmaals, post-divergentie. Voor degenen die het niet weten... Dat is een, eigenlijk dat we een lagere of een lower low. Ik zeg het in het Engels, want een lagere laag, dat klinkt zo gek. Maar we krijgen een lower low en we krijgen op de RSI een higher low te zien. Ja, en dan treedt dus positieve divergentie op. Ik pak als voorbeeld even dit gedeelte hier. En we zien dat we hier dachten dat mensen de bodem hadden... geraakt. Toen kochten mensen in. Dit was op $6200. En daarna is die nog een aantal dollars gezakt. En toen kwamen we op $5700 en een beetje op. En nou, wat zien we hier? En dan als ik hem even goed trek, dan zien we hier dus een low. En hier zien we een higher low. Nou, dat is positieve divergentie. En daarnaast hebben we natuurlijk direct die prijsbeweging omhoog gezien. En dat was toen de tijd... Een piek vanaf hier naar daar was een 44% rijs in prijs. Nou, eigenlijk, dit was eigenlijk de mooiste natuurlijk. We hebben dat hier natuurlijk ook gezien in november 2018. Toen dacht men dat hier de bodem was, rond die $3400. Nou, toen zijn we eigenlijk nog een stukje naar beneden gegaan. En hier zien we het ook. Hier hadden we zeg maar de low. En die moet ik hem iets anders trekken natuurlijk. Hadden we hier de low. En hier hadden we daarna... positieve divergentie en knalden we direct omhoog. Nou, dat was een, even kijken vanaf dit punt hier omhoog, was een 347% stijging wat betreft de Bitcoin. Nou, er zijn er nog een aantal andere dingen die we hier dus hebben. Deze ook weer omhoog. Dus je ziet het, nogmaals, in het verleden bepaalde resultaten bieden absoluut geen garantie voor de toekomst. Maar we zien dat bij elke daling of dump dat er positieve divergentie heeft opgetreden voordat we een, ja, voordat we een stijging daarna hebben doorgemaakt. En dit zijn, als je het mij vraagt, levensveranderende kansen in de toekomst. Als je nu, of in ieder geval dicht bij de bodem BTC inkoopt, dan zou het zomaar eens een heel mooi stukje... asset zijn wat je uiteindelijk kan sparen. En ik noem wat, als je nu een bitcoin koopt voor $3500 en je verkoopt hem over een jaar voor $10.000, ik noem maar wat, dan is dat heel makkelijk verdiend uiteraard. Want het enige wat je had hoeven doen, was er op tijd bij zijn. En natuurlijk geldt vooral dat soort dingen, maar dit zijn kansen die je eigenlijk niet moet laten liggen. En ja goed, als we nu naar de toekomst zouden gaan kijken, dan zou het betekenen dat... dan moet deze
Ja, inderdaad, ligt hij iets lager. En dit is zomaar een getrokken lijn. Dat doet verder niets aan. Maar dan zou het ongeveer zo uit moeten zien. We creëren hier nog één keer een lowe low. En waar die dan ligt, dat gaan we meemaken. Dat zou zomaar eens hier kunnen zijn. En zolang deze RSI boven dit laagste puntje blijft, dan is er absoluut niets aan de hand. Dan hebben we positieve divergentie te pakken. En als je het mij vraagt, zouden we daarna skyrocket kunnen gaan die kant op. Dus dat is hetgeen wat betreft Bitcoin als we kijken naar de wat langere termijn. Als we nu wat korter bij huis kijken, en dat is natuurlijk ook wel interessant, dan zien we eventueel dit channel ontstaan. En we hebben hier de bovenkant van de channel, onderkant van de channel. Als je het mij vraagt, zouden we uiteraard weer omhoog moeten gaan. Maar ik heb daar zo mijn twijfels over of dat we hier naartoe gaan. En die top zal ergens liggen, rond 6275, wellicht 6300. Nou, dat komt ook heel erg mooi uit met de 6 en 8 lijn, hè, waar we natuurlijk vaker afgewezen zijn. Dus dan zouden we dus dit na kunnen gaan doen. Maar ik betwijfel of bulls genoeg kracht hebben om daar naartoe te gaan. Wat we natuurlijk hier gisteren ook hebben gezien na het positieve nieuws. Een grote fuckery flippenkast. We zijn omhoog geschoten en daarna weer direct weer down. Dus de mensen die bijvoorbeeld hier zijn ingestapt, die balen nu flink en die zitten met een zak. Of die staan onder water met hun longs eventueel. Kijk, hetgeen wat ik hoop, we hebben de short signal lopen. En even kijken daarvoor, mocht je nog niet aangemeld hebben, het is helemaal gratis. Je kan deze link gewoon joinen. En Growing Capital Signals, dat is dus, als je dat intypt, Growing Capital Signals, volgens mij is dat publiekelijk nu. En anders staat de link in de beschrijving van deze video. Dus kost je absoluut niets, 3 maanden lang gratis signals. Maar even terug naar dit gedeelte, kijk. Ik verwacht dat dit is nu supply zone geworden. Dit gedeelte. Dus kijk. Ik denk dat we met die short, als we daar überhaupt komen, dat het daarna direct naar beneden gaat. En dat we dan die kant ergens op zullen gaan. Dan gaan we richting die $3500. Wat je zou kunnen doen om proberen voor jou de bodem te kopen, is bijvoorbeeld gelaagd orders wegzetten. Dat zou je bijvoorbeeld op Binance kunnen doen. Let wel dat als je bijvoorbeeld long orders zet op Bitmax of Bybit, weet dat er de liquidatie heel snel komt naarmate we verder naar beneden gaan. Want dan is de 10% lager of 5% lager is natuurlijk veel sneller bereikt in dollarvorm. Dan dat als wij bijvoorbeeld op $9000 traden, dan zou je misschien een gat van $300-$400 kunnen hebben. Of $500 word je geliquideerd. Maar hoe dichter we bij die nul komen, hoe krapper die kans dus is. Dus dat wilde ik je meegeven. En persoonlijk, dat is mijn persoonlijke mening. Als we richting die 2900 of $3000 gaat, ik ga daar geen stop los neerzetten. En dat heeft er alles mee te maken dat Wills natuurlijk hem nog even een stukje naar beneden kunnen drukken. Om je eruit te stoppen en dan lekker omhoog te gaan. En dat jij straks $1000 of $2000 later dus duurder terug kan kopen. Dan heb je eigenlijk voor niks zitten wachten. En dat is dus waarom ik dus ook deze trade nu niet met een stop los pak. Omdat we dat gisteren natuurlijk ook hebben gezien. Als ik hier even naar kijk. Dit zijn natuurlijk. Dit is pure manipulatie. Dus hier worden shorts even gerekt. Om daarna weer verder naar beneden te gaan. Daarom zet ik in dit geval even geen stop los. Dat heeft er alles mee te maken. Dat ze nu stop los hunts aan het doen zijn. Dat zie je hier. En we gaan hier naar beneden. Stel je gaat hier je short openen. En dan sta je alweer zwaar onder water. Dus dat is zonde en moet je niet willen. Daarom, als ik nu trade, doe ik dat met een low leverage short. En even kijken, die X55 staat bij mij X2. Dus dan heb ik, volgens mij word ik geliquideerd op $11000. Nou, ik verwacht nooit dat we nu één ruk richting $11000 gaan. Dus dat durf ik wel aan, zonder stop los.
En wat je ook zou kunnen doen is met een X1 leverage die short ingaan. Dan staat je liquidatieprijs rond 57 of 58.000 dollar. Dus daar word je sowieso niet in uitgestopt. Dus dat zou ik je ook, mocht je die short willen doen, zou ik je ook als tip meegeven. Zet geen stop los, maar gebruik dan een heel laag leverage. Dan is je winst misschien wat kleiner, maar je risico is ook een stuk kleiner, zeker in deze volatiele markt. Dat is hetgeen wat ik je voor vanavond mee wilde delen. Nogmaals, het zou zo kunnen dat we rustig hier naartoe gaan, 5500 en daarna de dump inzetten. Of wat we ook kunnen doen is dat we gaan rangen, nog een keer omhoog en dan naar beneden. Waar we vooral moeten opletten, dat kan natuurlijk ook gebeuren. En dat zien we vaak. Dan ga ik alles even verwijderen. Maar stel dat dit de bodem is geweest. En dit had natuurlijk een hele. Dit is natuurlijk nog steeds prima. Hè, want we praten hier nog steeds over een lower of een higher low. Dus dat is prima. Vooralsnog is dit vanaf deze kant een uptrend natuurlijk te noemen. Dat betekent dat als we dat nu zouden meten. Zou dit dus de lijn moeten zijn. En ja goed, dan zouden we hier dus een soort van ascending triangle kunnen gaan maken. En zou dat dus betekenen dat we deze nog een keer gaan testen hier naar beneden. En als deze weer higher wordt, dan kan het zomaar eens interessant gaan worden. Want dan zou het zomaar kunnen zijn dat dit $3,622 wel de bodem is geweest. Nogmaals, daarom zeg ik afwachten wat de koers doet. En als je trade, doe dat met een laag leverage, zeker in deze dagen. Anders wordt je geld ontnomen, of in dit geval Bitcoin. En dat zou enorm zonde zijn, want dat hoeft niet. Dus nogmaals, mijn short hier en zonder stoplos. En we gaan zien waar dat toe gaat leiden. En dat is hetgeen wat ik eigenlijk met jullie hier wilde delen. Like deze video als je het nog niet hebt gedaan. Abonneer op het kanaal als je het ook nog niet hebt gedaan. En mijn Twitter-account is ook een beetje actief. Ik heb vandaag wat meer tweets gedeeld. Vond het wel even interessant. Dat is makkelijk even dingen posten. Nogmaals, ben je geen lid van die Signals? Ja, het is allemaal gratis. Growing Capital Signals. Link staat in de beschrijving van deze video. En ja, goed. Nogmaals, dat was het. Zorg ervoor dat je investering beschermt. Dat je rustig treedt. En weet de kansen te pakken. Ga geen rode candles shorten. Maar heb van tevoren een plan. Zoals ik je nu heb aangereikt. Dus maak een plan en treed dat plan. En that's it. Dat is hetgeen wat ik eigenlijk vanavond met jullie wilde delen. En ik zie je graag woensdag. Maar ik gok zomaar morgen is wellicht van in de avond nog een nieuwe livestream. Het heeft er alles mee te maken dat ik nu er wat meer bovenop zit. Zeker in het geval van de bodem van Bitcoin die wellicht in zicht is. En dat wil ik zeker in dit geval voor geen goud gaan missen. Nogmaals, dankjewel voor het kijken. En ik zie je graag terug morgen of wellicht woensdag met een nieuwe Bitcoin update. Ciao.